Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat toen bleek dat ik inderdaad vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Ja, dus, maar alleen de situatie is inderdaad gewoon enigszins onhoudbaar geworden, denk ik. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk, de podcast over FCM. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk. Ja, welkom bij Radio Meerdijk. En er is genoeg te bespreken. Zeker. Met Jonathan Ploeg natuurlijk, de clubwatcher. Goedemorgen. En met analist Jan Menega. Ja. Klinkt goed, hè, analist? Dat klinkt prachtig. Ja, toch? Prachtig. Je grootste droom ooit om analist te worden? Zeker, zeker. Dacht ik al. Ziet er ook uit als een analist, hè? Brilletje dat trouwens zijn trui hangt. Ja, precies. Zeg maar. Ja, ook nodig, hè? Als hij dan zometeen iets gaat voorlezen, zet hij hem op. Of hij kijkt alsof hij de wijsheid te pachten heeft, inderdaad. we beginnen natuurlijk met even de wedstrijd tegen Sparta. Want Jan, wij zagen elkaar gisteren in de perskamer van FC Groningen. Daar waren we allebei. Zeker. Voor de wedstrijd tegen Heerenveen. En toen zei je, het is er allemaal hetzelfde. Hè? Voorin lukt het niet en achterin weer domme fouten. Ja, nou, het is het beeld van het afgelopen seizoen. Ze kunnen niet scoren. En ze maken dus voortdurend van die fouten die je niet moet maken. En dat geeft gewoon aan dat ze net niet goed genoeg zijn allemaal. Beide doelpunten was niet normaal. Hoe makkelijk die spelers van Sparta, spelers van Emmen voorbij gingen. De eerste doelpunt, rechtsback. En Vlak gaat hij gewoon tussendoor naar onbegrijpelijk. En de tweede, Vlak had daar gewoon niet moeten instappen. Beide waren blijven staan, dan liep je tegen die muur op. Vlak instapte, zag hij zijn kans en ging hij tussendoor. En Dirksen de tweede goal, ja. Identiek, hè, alleen aan de andere kant. Simpel passeren, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, goed. Dat blijven ze gewoon voortdurend doen. Dus dan is het ook, op een gegeven moment kun je ook alleen maar zeggen, het is een kwestie van kwaliteit. Ja, toch? Ja. Dirksen is gewoon niet goed genoeg, bijvoorbeeld. Nee. Ja, ik vind ook van niet. Ik denk van niet. Nee, hij maakt constant dezelfde fouten. En je kan zeggen van, hij is jong en misschien groeit hij nog naarmate de jaren. Kan, hè. Maar laten we zeggen dat hij op dit moment in ieder geval niet goed genoeg is voor dit niveau. Zo is het. En ja, ik snap wel dat je hem laat staan, omdat je vrij weinig andere keuzes hebt. Dat is het. Je hebt gewoon geen enkele andere keuze. Ja, je kan Vos linksback zetten. Lukien vindt Dirksen toch wat sneller. Ja. Nou ja, daar heb ik vorige keer over gehad. Ja. Toch zei Lukien na afloop, ja, ik vond Dirksen eigenlijk best wel goed spelen op die fout na in de laatste minuten. Precies. Alleen dat is het met een verdediger en zo. Die kunnen prima spelen verder. Alleen het gaat erom dat je ook op dit soort momentjes niet dat soort fouten maakt. Het overkomt Tewierik haast niet, hoor. Nee. Ze zijn net niet goed genoeg, joh. Dat is het hele probleem. En dat is ook het probleem van Lukien. Daar zit dit hele seizoen mee. Mm-hmm. Het is allemaal spelers, of hele serie spelers, laat ik zo zeggen, die net niet goed genoeg zijn. Voor mijn gevoel is dit inderdaad ook het slechtste Emmen in de Eredivisie wat we gehad hebben. Er zit ook niks in. Het is ook niet dat je af en toe wordt er nog eens een keer aardig gevoetbald. Maar het rendement is natuurlijk ook heel slecht. Slechter dan 2 jaar geleden, Thijs? Ja. Toen ze 22 wedstrijden bij niet wisten te winnen? Ja, want ik heb toen het idee dat het. Toen gebeurde het natuurlijk ook een paar keer dat er achterin elke wedstrijd dan weer een dom foutje werd gemaakt. Ook elke keer. Die Koudo van Rijn kan ik me nog herinneren. Ja, die tegen Vitesse en zo elke keer. En tegen Heerenveen volgens mij allemaal onhandige foutjes maakte. Of in één keer een bal oprecht met zijn hand wegsloeg of zo. Maar, voor mijn gevoel was dat wel een beter Emmen. En zeker het Emmen naar de winter. Ik bedoel, toen waren ze nog heel dichtbij, hè, bij handhaving. Toen hebben ze echt dik geïnvesteerd en hebben ze echt aanwinsten behaald, hè, voor veel geld. Dat hebben ze dit seizoen in veel mindere mate gedaan. Ja, sterker nog, ik heb het idee dat het een beetje duurkoop is. Want je koopt spelers die... Ja, maar dat die staan er gewoon niet. Ze hebben nu gewoon nul spitsen tegen Sparta. Maar dat is toch ook belachelijk. Je haalt in de winterstop, haal je nog wat spelers erbij. Twee spitsen. En allebei zijn geblesseerd. Allebei hebben niet gevoetbald. Die zijn niet fit. Nee. In ieder geval niet fit. Nou, en voorlopig wordt hij ook niet fit. Nee. Hoesel wordt waarschijnlijk helemaal niet meer fit. Als je nu nog
nog niet eens mee kunt doen. Nee. Nou, hij kon wel mee, hij is ingevallen. Ja, ja, hij is ingevallen, maar hij is ingevallen. Nee, maar daar verloor. Ah. Maar Houston is dan ingevallen, maar jongens, kom op. Dat heeft toch helemaal geen zin om dat soort jongens te halen? Nee, maar het is een cliché, maar je vist allemaal uit dezelfde vijver als clubs onderin zijnde, zeg maar. Hè. Cambuur, FC Emmen, St. Johnson heeft ook op de radar gestaan bij Emmen wel. Hè. Dat zijn spelers die bij al die clubs worden aangeboden. En waarom zou Johnson naar Cambuur gaan en niet naar Emmen? Nou, dat is de vraag. Misschien ziet hij daar beter perspectief of voelt hij zich daar beter op de plek. Misschien krijgt hij daar Was geen moment dat Cambuur een beter perspectief had dan Emmen. Misschien krijgt hij daar iets meer verdiend. Kan ik me trouwens niet voorstellen. Maar kijk, en het is gewoon, je neemt een stukje risico bij dat soort spelers. Bij al die spelers. Cambuur heeft ook risico genomen met Johnson voor en Mahi. Nu gaat het toevallig goed, hè? Mahi is inderdaad een speler waarvan je ook kan zeggen, die is heel vaak geblesseerd. Dus dat is voor is ook volgens mij ook wel aangeboden bij Emmen. Maar die spelen wel, jongen. Die spelen wel. Johnson speelt wel. Maar dat is het stukje risico, hè? Want die waren ook niet fit toen ze kwamen. Björn Johnson was niet zo niet fit als Darvalu. Nee, maar hier bijvoorbeeld. Voor heeft ook lang niet gespeeld. En dan heb je het bij FCM over spelers als Darvalu bijvoorbeeld en Hoessen. Nou, die waren ook niet fit. Nou, Hoessen heeft dan nog meegetraind bij Jong Ajax. Af en toe met 4 mensen op het veld, volgens mij. Omdat de rest bij het eerste mee trainde. Ja. Die waren wel bezig met trainen, maar inderdaad ook niet wedstrijdfit. Alleen het is gewoon een risico. Want als je voetbal gaat spelen, als je wedstrijden gaat spelen, dan heeft dat gewoon veel meer effect op de spieren. En dat geldt net zo goed voor die spelers die Cambuur heeft aangetrokken als de spelers die Emmen heeft aangetrokken. Misschien hebben beide trainers een andere manier van trainen, hè? Wat bijvoorbeeld een andere belastbaarheid heeft. Nou, kan, hè? Kan. Nou ja, je haalt in de winterstop spelers op met de bedoeling dat je het elftal beter maakt, dat die er gelijk staan. Nou, als je jongens ophaalt die gewoon fysiek niet in orde zijn, dan heb je er helemaal niks aan. Nee, maar dat is ook zo. Alleen dan hoop je dus dat zij binnen 3 wedstrijden bijvoorbeeld fit zijn. Ja, maar moet je ook niet beleid. Dat is het beleid op dit moment van die clubs. Ja. Ze vissen allemaal in dezelfde vijver. Maar je vist in dezelfde vijver vind ik echt geen argument om allemaal geblesseerde of half fitte spelers aan te trekken. Nee, maar welke goed scorende spits van enige kwaliteit wil bij een ploeg spelen waarvan je van tevoren weet dat die eigenlijk gewoon het hele tweede seizoenshelft om degradatie vecht? Bijna niemand. Nee, maar wij zijn natuurlijk ook geen technisch managers van zo'n club of scout. Dus dat wij nu niet 3 namen kunnen noemen die dat. Maar ik denk als jij Emmen bent, je bent een eredivisionist en je staat stond op dat moment nog of 16 of 15, ik weet niet waar ze precies stonden, hè, in de winter. Maar laten we zeggen om en nabij die dat die was plekken. 17e, denk ik toch? Of 17e, nou goed. In ieder geval, je speelt in de eredivisie. Nou, 18e niet, maar je speelt in de eredivisie. Weet je zeker? Ja, want dat heeft alleen maar Groningen en Volendam hebben daar gestaan. En je speelt in de eredivisie. Ja, er zijn echt wel spelers die dan naar Emmen willen komen, hoor. En het zijn ook wel spelers die fit zijn. Ja, mits je wel het juiste bedrag betaalt. Want Darvalu en Hoessen, die komen ook niet zomaar naar Emmen. Nee, ik bedoel, die komen niet gratis. Zeker niet. Dat zijn spelers die bij hun vorige clubs en die hebben misschien verdiend. Ooit al wat beleefd of bewezen. Alleen ja, je moet op dat moment, je moet wel fit kunnen zijn. Je moet wel in ieder geval, op zijn minst, moet je speler halen waarvan je weet, die moeten meteen kunnen staan. Ja. Dus ja, dat vind ik eigenlijk wel vrij matig. Maar los matig daarvan, dat vind ik dus ook. Hè? Ja. Ik bedoel, ik zeg wel een beetje hoe ik het zie, maar ik vind het ook irritant. Ik vind het gewoon eigenlijk irritant. Bloedirritant dat soort clubs dat soort spelers aantrekken. Ja. En dat het gewoon niet werkt. Nee. Maar ja, dat is nou eenmaal, naar mijn zien, de grootheid van de club die bepaalt wat voor spelers er naartoe willen komen. En natuurlijk het geld wat erachter zit. Ja. Is er niet genoeg geld? Fortuna zou bijvoorbeeld, denk ik, beter. Ja, nee, klopt. En dan moet je ook niet aan willen meten, natuurlijk. Maar er zijn ook clubs als Cambuur of Excelsior of wat dan ook. Die hebben natuurlijk hetzelfde. Kijk, Groningen had ook meer geld. Die kunnen natuurlijk ook nog eventjes paarden, zo'n Hoven en zo zeker halen. Ja, en met dat niet kan, dat is nu wel te begrijpen. Maar ja, het is. Het is niet best. Het is niet best. Nee. En dat heeft geleid tot waar ze nu staan. Ja, precies. En er is ook helemaal geen zicht op dat het beter gaat of zo. Ik totaal niet. En ze krijgen bovendien nog te maken met een hele laatste fase van het seizoen. Een stuk of laatste 4-5 wedstrijden. Nou, ja, heel lastig. Ga er maar aan staan. En je ziet ook dat laten we het even over heugelijk nieuws hebben. In de zin van dat Sivkovic, die gaat mee met Curaçao voor de eerste keer. Die maakt waarschijnlijk zijn interland debuut komend weekend. Ja. Nou, mooi voor hem natuurlijk.
Curaçao speelt tegen Canada thuis, volgens mij eerst. En dan vliegen ze naar Argentinië 15 uur lang om daar tegen Messi en co. te spelen. Geweldig natuurlijk, hè? Sivkovic en Antonissen. Antonissen is er ook bij. Ja. Zit wel weer een nadeel aan. Want die twee gasten komen pas 2 dagen voor de kraker tegen Cambuur weer terug. Ja. En Lukien heeft gesprekken met beide spelers gevoerd. Heeft aangegeven dat hij liever ziet dat zij bijvoorbeeld alleen de thuiswedstrijd tegen Canada spelen. En Argentinië laten schieten. Nou ligt die keuze natuurlijk bij een speler zelf. En ja, als je de kans hebt om tegen Messi te spelen. En tegen andere grootsheden van onze wereldkampioen. Ja, ja, dat is wel lastig om nee te zeggen. Ah, ja, maar die spelers staan wel onder contract bij FC Emmen. En FC Emmen is verwikkeld in de strijd om degradatie. En het is een van de belangrijkste wedstrijden, denk ik, in de laatste reeks van nog 8 wedstrijden die te spelen zijn tegen Cambuur, waarin je er eigenlijk gewoon moet staan. En dat je het feit dat je dan als Sivkovic zijnde, zeg maar, hij heeft ook nog vliegangst, hè, dus die stapt liever niet op een vliegtuig. Okay. Doet het alsnog wel. Dat zal extra energie kosten. Überhaupt zo lang in een vliegtuig zitten, 3-4 keer lang, weet ik veel, in zoveel dagen, is gewoon heel slecht voor je, denk ik. Je speelt ook nog 2 wedstrijden terwijl je met je eigen team hier op de oude manier lekker kunt oefenen en enigszins nog een beetje kunt uitrusten van de pijntjes die je al hebt. Heeft een wedstrijd niet gespeeld. Rode kaart. Ja, het is allemaal heel erg ongelukkig. Maar jij zegt, dat had hij niet moeten doen. Nou ja, ik... Natuurlijk had hij het moeten doen. Die jongens hebben hun eigen belang. Je denkt toch niet dat die jongens... dat die echt begaan zijn met het lot van Emmen. Nee, ze vinden het heel vervelend als het niet goed gaat. Ja. Zo'n Antonissen, die waait hier binnen. Nou ja, die heeft niks met Emmen. Tuurlijk. Antonissen is gehuurd, hè? Die is gehuurd van PSV. Die verdwijnt waarschijnlijk weer straks. En Sivkovic, die heeft vet ook niet veel met Emmen, jongens. Maar Jan, ik zou ook zeggen van, doe het lekker. Die zegt, lekker man, voetbal met Curaçao. Ik ga lekker daar naartoe. Ik ga geweldig mijn best doen. Ook voor zijn eigen. Laat je moet zien tegen Argentinië. Je kan zien. Op de radar komen bij andere clubs. Maar jij zou het ook hebben gedaan? Ja, natuurlijk zou ik het hebben gedaan. Ja, ik zou het ook hebben gedaan. Alleen het is allemaal gewoon heel erg ongelukkig. Ja, nee, zeker. Ja, dat ben ik met je eens. Nee, de kans om tegen Messi te spelen, dat zou ik ook denken. Van, dit wil ik een keer. Ik wil later in ieder geval tegen mijn kleinkinderen kunnen zeggen. Oh, Messi. Oh, ja, heb ik nog een keer tegen. Ja, maar ook al doet Messi niet mee. Dan wil ik nog tegen Argentinië. Ja, natuurlijk, jongen. Ik wereldkampioen. Maar ik vraag me af of... Ja, wie heeft een goede band met deze club als speler zijn op dit moment, die er al jaren speelt? Nee, ik vraag me af. Maar dat geldt ook voor FC Groningen, hoor. Dat geldt voor allerlei ploegen. Er komen spelers aanwaaien, die hebben niks met die club. Die kennen die club amper. Nee, maar ik noem maar wat. Anko Jans had het sowieso gedaan. Maar had een... ik noem maar wat, een clubicoon. Hè? Ja, oké. Laten we zeggen dat... Maar dat lul of zo. Had hij dat gedaan? Had hij het ook gedaan. Tuurlijk had hij het gedaan. Zeker. Maar Leo had het gedaan, denk het wel. Ja, natuurlijk. He? Ja, natuurlijk. Ja, maar had elke speler dat gedaan? Ik denk het wel. Als jij 5 jaar lang bij je clubje speelt... Dan zeg je van, nou, ik ga nou maar niet, want ik moet bij hem blijven. Nee, joh, dan gaan ze gewoon. Ja, ik weet het niet. Ja, zeker. Ik denk niet dat iedereen zo is. Nou... Ik denk het wel. Ik zou niet weten. Ik zou het zelf wel doen. Ja, nee, precies. Ja, ja, nee. Want ik denk dat Sivkovic en Antonissen nog wel enigszins begaan zijn. Die willen natuurlijk ook liever niet degraderen. Nee, maar natuurlijk die kiezen vooral voor zichzelf. Natuurlijk kies je voor jezelf. Die kiezen vooral voor zichzelf. Natuurlijk. En dat is gewoon ook voetbal als eigen. Want dat zijn natuurlijk allemaal egoïstische hufters, Jan. Zo zijn het. Het is mens-eigen. Waren in jouw tijd voetballers ook al egoïstische hufters? Ja, maar dat was een heel andere tijd, joh. Okay. Dat was een heel andere tijd. Ook... Ja, dit soort dingen waren er helemaal niet. Curaçao, daar speelde helemaal niet voor. Ja, Suriname en waar ze allemaal naartoe. Dat was helemaal niet aan de orde. Heb jij in het Nederlands amateur elftal gespeeld of niet? Daar heb ik gespeeld. Wij hebben trips gemaakt naar China. Oh, echt? Jazeker, naar China. In het oude China was het nog. Ja, ja. Je herkent het niet meer terug. Dus ik met paardenwagen. Ja, serieus, ja. En dus wij zaten in een hotel op het plein van Hemelse Vrede. Ja. Daar keken we zo op uit. En dan stond het hele plein stond vol met allemaal mensen in gymnastiekkleding. Weet je, een wit hemdje en een korte broek. En dan stond er iemand met een megafoon voor te... en dan moesten ze allemaal oefeningen doen. En dan was dat afgelopen. Een hele plein stond vol, dat wil je niet weten, hoor. Ja, ja. En dan was dat afgelopen. En dan stapten ze allemaal op een fiets. En die stonden allemaal fietsen daar al, hadden ze neergezet. En dan gingen ze allemaal weer, dan vertrokken ze allemaal weer. Ja. Hele aparte wereld toen. Nou ja, en nu zie je, als ik nu dan Peking terug zie, dan zie je allemaal neoreclames en zo, weet je wel. Maar dat was totaal niet aan de orde in die periode, nee. Maar het was een mooie trip. Ja.
En Amerika zijn we al geweest. Oh, mooi. Israël, nou ja, noem maar op, jongen. Leuke tijd. En dat deed je ook als jij de volgende week een belangrijke wedstrijd met ACV? Zeker. Ja, dan nog je mee. Zeker, ja. Kreeg jij daar ook zoveel betaald als bij FCM? Nou, dat was amateurelftal, hè? Hallo. zelf alles betalen. Ja. Schoenen wassen. Ik weet niet meer hoe het precies staat, maar nee. Mooie tips. Mooie tijd. Naïviteit kost FCM de kop, hè, tegen Sparta, zeg je ook al. Zie je die naïviteit nog uit het elftal verdwijnen dan, of niet? Ik heb het zo gekopt, maar Marnus Kolder heeft natuurlijk gezegd tijdens de wedstrijd. Hij zag dat, hij baseerde het onder andere op zo'n instapactie van een Jari Vlak bijvoorbeeld, hè, waardoor hij de ruimte gaf aan, aan die speler. Jij zei of ik het nog goed... jij vroeg of ik het nog goed zag komen. Of die naïviteit nog uit het elftal ziet verdwijnen in de komende 8 wedstrijden. Hij zit al het hele seizoen in, dus ik denk het niet. Je krijgt ook, Lokini zegt ook, hè, die hier bij de trainersquotes en in de krant. Ik heb mijn spelers in de afloop gezegd dat ik geen ploeg heb gezien die opgaf. Ja, dat is ook... Ja, dat is ook zo. Dat is het minimale wat je kan zeggen nog over je precies, team, toch? Ja, precies. Je hebt in ieder geval niet opgegeven. Nee. Ik zou het wel hebben gedaan, maar je hebt het niet gedaan, keurig. Toch? Ja, dat is eigenlijk, ja. Wat kun je nog zeggen? Wat kun je doen als trainer, Jan? Dat heb ik al heel vaak gezegd. Hij kan ook niet zoveel doen. Hij moet een elftal opstellen. Je hebt geen wisselgeld. Dat wil ik zeggen, hij heeft geen wissels, jongen. Hij wisselt een elftal bijna alleen maar zwakker. Ja. Er zitten spelers op de bank. Nou ja, dan, hij moet af en toe wisselen. Ja, oké, maar dan moet hij iemand inzetten. En dan wordt het elftal wat er niet beter van. Nee. Nou, je wisselt om beter te worden, maar dat kan hij nooit. Maar moet je nagaan wat er op de bank zat, hè? Dat was nu Hoeze en Assenoen. Voor de rest geen voorwaartse eigenlijk. Elma Soudi is nog wel, kun je enigszins als voorwaartse zien. Elma Soudi, nou die kwam erin toen. Ja. Die bracht ook wel wat teweeg. Maar je kijkt naar hem en je ziet dat hij gewoon niet topfit is. Nee. De voorgaande wedstrijd zat alleen Assenoen op de bank volgens mij. Ja, nee, dus... Ja. Het houdt allemaal niet over. Nee. En je kan hoe graag je het ook wil, je kan... Jari Vlak stond uit nood eigenlijk gewoon met Diemers voorin. Ja, dat is uit armoede geboren. Dat wil je niet. Ja, je kan wel zeggen van... God ja, je jongen heeft een goed schot. En hij heeft inderdaad gevoel voor wanneer die moet bijsluiten, et cetera. Ja, dat is misschien wel zo. Maar het is geen spits. Nee. En je zag ook dat hij er niet echt aan te pas komt. Je zag pas toen hij een linie naar achter ging. Hè, toen Bernardo eruit ging. Toen ging Jari Vlak naar 6. Samen met Veendorp. Je zag dat hij toen iets meer het overzicht had. Iets meer minder in de drukte speelde. En dat hij gewoon wat meer aan spelen toe kwam. En daar moet je hem gebruiken. Mm. Ja. Lokien, zijn naam is al gevallen. Gisterochtend werd het bommetje gedropt natuurlijk dat hij naar FC Groningen ging. Niet verrassend. Jan, die scheelt het al een half jaar geloof ik hier. Het zou absurd zijn als jij in de winter hem wel wil hebben en dan in de zomer niet. Nee, wist je al wel dat Lokien de trainer zou worden. Ja, ja. En dat is nu dus ook gebeurd. Waarbij Gudde enorm kwaad was op FCM dat het... Dat het zo gelekt was. Jij hebt nog met Mike Willems gesproken, Jonathan, daarover. Die zegt het lek komt niet bij ons vandaan. Nou ja, toen dacht ik, ja, alles wijst er wel een beetje op dat het bij jullie vandaan komt. Maar, ja, dat klopt. Omdat hij zegt volgens mij in het verhaal met jou ook, zegt hij ergens van... Hè, er zijn 10 mensen bij ons wisten van de overstap. Ik denk ongeveer evenveel bij FC Groningen. Het is een illusie te denken dat het niet zo uitlekken. Dat kan ik me voorstellen. Alleen, ja, alleen het is wel via de... VI-watcher van FCM uitgelekt, zeg maar. Dus niet... Klopt, hij zei tussen neus en lippen door ook dat hij had begrepen dat er bij FC Groningen werd gelekt. En dan weet ik niet of dan op specifiek dit punt bedoelde of überhaupt wordt gelekt, zeg maar. Ja, oké. Okay. Maar het was een beetje een geïrriteerde situatie tussen beide mannen, volgens mij. Willems heeft het natuurlijk hier vorige week met Gudde over gehad. Hè? Eigenlijk wilde Groningen al eerder presenteren. En dat was volgens mij afgelopen donderdag wilden ze dat doen. Althans, zei Willems tegen mij. Dat Van Gudde heeft gezegd dat ze het over het weekend heen wilden tillen, toch? Ja, dat was het verzoek van FCM om het over het weekend te tillen. Okay. FC Groningen zelf wilde eigenlijk volgens mij al afgelopen donderdag... Ik kan me niet voorstellen dat Groningen dat vlak voor de derby van het Noorden wil. Volgens mij heeft Gudde toch gezegd dat hij het maandag wilde doen, zei hij in interviews. Nee. Maar Lokien wilde het ook eigenlijk direct naar buiten laten komen, weet je wel. Die vond ook, vertel het meteen maar. Klopt. Weet je wel. Nou ja. Maar op verzoek van Emmen is het dus niet gebeurd. Klopt. Lokien was bereid om daarin mee te gaan. Hij zei van, nou, til het dan over het weekend heen. Ja. Wouter Gudde, die heeft ook nog gezegd van, ja, god, ja. En dan komt het zeker voor onze wedstrijd naar buiten.
En toen heeft hij kennelijk tegen Willems al gezegd van als dat gebeurt, dan word ik woest. Nou, dat is duidelijk geworden. Hij is woest geworden. Daarin heeft hij aan zijn afspraak gehouden. Ja, het is allemaal... ook allemaal weer heel erg ongelukkig. Ja, maar waar het lek vandaan komt, weet ik niet. Ik heb zo vermoedens, maar zonder echt bewijs te hebben, ga ik dat hier ook niet op tafel leggen. Misschien komt dat nog. Maar het is gewoon dat zijn de vieze spelletjes die worden gespeeld. Ja. Vind je het een mooi spelletje, Jan, of niet? Het is wel lollig toch dat je dat dan doet? Ja, zo gaat het wel. Ja, maar god, gaat wel als, vaak, dus. Waarom zou je hiermee je concurrent nog een beetje... Ja, daar kan Gud ook niet heel verbaasd over zijn. Nee. Nee, zo gaat het vaak. Had Gud het andersom ook gedaan, denk je? Maar nu gaan we ervan uit dat het lek bij FCM vandaan komt, hè? Daar kun je wel vanuit gaan. Ja, maar waarom zou... Ik denk niet dat FC Groningen denkt, oh, even, het is, we gaan het zelf lekken een anderhalf uur voor de derby van het Noorden. Zeker niet. Via de Emmerwatcher van VI. Ja, dat is een rare combinatie. Laat ik het vooropstellen. Ik denk ook dat het bij FC alle signalen die gaan daar. Maar zou Gud het hebben gedaan als hij bij hem aan het roer was geweest? Ja, dat weet ik niet. Ik eerlijk gezegd denk ik het niet. Nee? Nee, eerlijk gezegd. Gentleman. Ik vind het wel een goede kerel eigenlijk. Ja. Nee, lijkt mij een goede kerel, denk ik ook. Ja. Geen hersenloze imbeziel, zoals hij. Nee, zeker niet. Maar die ken ik niet zo, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Dus Mike Willems, die ken ik niet zo, dus kan ik heel moeilijk over oordelen. Ik ken hem ook niet heel goed. En ik zeg ook niet dat Mike Willems het gelekt heeft, maar het is... Nou ja, het komt ergens bij hem. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, er waren zo'n 10 mensen op de hoogte gesteld. Een paar van de mensen van de communicatieafdeling, van de technische staf. En volgens mij de directie, die werden van de week op de hoogte gesteld. Door Lukien zelf, denk ik, of weet ik veel. De Gudde. En die wisten er dus vanaf. Dus het lek kan, hij zei, zoals hij zelf al zegt, 10 mensen wisten er vanaf. Dus het kan van 10 mensen afkomstig zijn. En je weet eigenlijk niet van wie. Nee. Zoals ik zeg, heb ik mijn vermoedens, maar... Ja, ja ook wel, maar... Ja, wel allemaal. Hij gaat weg. Wie gaat er nog meer weg? Laten we daar even mee beginnen. Wie gaat er meer weg uit de staf? Want dat is nogal een behoorlijke staf. En ook een hoop mensen zijn best wel aan Lukien gelieerd. Casper Goedkoop is echt zijn rechterhand. Ik denk dat hetzelfde geldt voor zijn goede vriend Wiekens. Natuurlijk, die ook aan de staf is toegevoegd onder Lukien. Met wie hij ook persoonlijk volgens mij een hartstikke goede band heeft. Sibum die zat er al. Nou, dan heb je nog een heel hele rest. Sibum is op een gegeven moment bijgekomen, volgens mij, hè? Dacht ik. Ja, die is ook bijgekomen. Ja, klopt. Ja. Nee, die is op een gegeven moment ook... volgens mij ook vrij vroeg al. Maar goed, maakt niet uit. Wie gaat er ook nog weg? Is dat al bekend? Naast Lukien bedoel je van het groepje wat we nu net noemen. Ja. Ik durf het niet te zeggen. Ik weet het niet, eerlijkheid gebied te zeggen. Maar we hadden het er net ook al over. Hè? En het zou heel erg logisch zijn als dat Casper Goedkoop zou zijn die meegaat. Zijn rechterhand. Wiekens en Sibum weet ik niet. Kijk, het wordt met Goedkoop heb ik contact gehad in ieder geval. Die zei erover dat het afhing van wat Groningen en Dick Lukien willen, zei hij. Ja. En wat hij zelf wilde was niet relevant. Nee, natuurlijk, maar hij heeft daar zijn wens ook wel, hè? Mm-hmm. Hij heeft volgens mij daar ook al gewerkt, toch? Hij heeft er ook gewerkt, jazeker. Ja. Hij heeft er ook gewerkt. Maar zeggen jullie van Goedkoop moet nu voor zijn eigen kans gaan bij FCM als hoofdtrainer? Is volgens mij nog als hoofdtrainer de keer dat Dick Lukien ziek was en niet op de bank wil plaatsnemen, is hij nog ongeslagen trainer. Ja. Hij is de man die Thijs Dallinga liet debuteren. Dus hij heeft tot nu toe aardig cv als hoofdtrainer. Ja, en toch, soms zonder al te veel aan zijn kwaliteiten af te doen, denk ik niet dat hij daar hoofdtrainer wordt. Waarom niet? Ik denk gewoon dat zij iemand van buiten halen. Ja. En er zijn voldoende namen, voldoende goede namen die zich ook al hebben bewezen als hoofdtrainer van een jong elftal of van een hoofdelftal. Een eerste elftal, zeg maar. Ja. Kevin Hofland werd afgelopen week tegen... Nou, toen zat jij ook op tribune. Ja, tegen Excelsior was hij erbij. Werd gespot, inderdaad. Maar die heeft dusver niet zo veel van teruggebracht, hoor. Die Hofland niet. En het is maar de vraag of die hier past in deze regio. Dat is de vraag. Bij Fortuna heeft hij het in principe niet onaardig gedaan. Nee, klopt. Ja, maar ook niet zo geweldig. Ik wil ook niet zeggen dat hoofdkandidaat nummer 1 is. Maar ik wil alleen zeggen dat ik bijvoorbeeld Mike Willems daar nog naar heb gevraagd. Ja. Het feit staat hij bijvoorbeeld op de radar. Nou, daar deed je een beetje lastig over. Hofland zou vakantie hebben gehad en was daarom met een paar vrienden zeg maar daar op tribune op een of andere manier. Hij vakantie had in Emmen. Vond het leuk in Emmen. Is een keer in Emmen te krijgen. Precies, ja. Zeker, misschien vakantie in de Comtreije, zeg maar. Dat hij daardoor, zeg maar. Misschien had hij wel vakantie in Zweden. En als ik hoofdtrainer was geweest, hè, die een beetje op zoek moet naar een baan.
dan had ik dat ook alleen maar gedaan. Ik was alleen maar... Overal gaan naartoe gegaan. Nee, is ook logisch. Ik heb ooit een keer tegen Lukien gezegd. Dat was toen, toen volgens mij Marcel Keizer een beetje de wip stond. Ik zeg, joh, de dag dat Held Slager wordt. Jij moet naar Amsterdam rijden. Je loopt 3 rondjes om de arena. Oh, ja. Er is echt wel iemand die jou ziet. Dan maakt hij een fotootje van je. Hè, er wordt op Twitter gezet. Hey, Lukien gespot bij de arena. En voor je het weet word je genoemd. En als je genoemd wordt... Dan nemen mensen je ook alweer serieus. Ja. Lukien vond het een uitstekend idee. Hij zei, ja. Hij heeft het niet gedaan. Hij heeft uiteraard niet gedaan. Nee. Ik heb hem ook niet rondjes om de Euroborg zien lopen, hoor. Nee, maar dat is, als je genoemd wil worden, moet je dat soort dingen doen. Ja. Dus ik had Hofland ook even gedacht, even kijken. Maar die moet waarschijnlijk een nieuwe trainer nodig. Ja. Volgend jaar, Lukien heeft niet verlengd, weet je wat? Ik ga mijn vrije dag, ga ik daar zitten. Nee, dat is ook zo. Ja, niet met een muts op, maar wel gewoon dat iedereen bij de keurig kan zien. En dan heb ik ook wel genoemd. En voor je het weet ben ik een serieuze optie. Het kwam er in ieder geval neer dat de kans aanwezig was dat hij op het lijstje stond bij FCM. En toen zei ik bijvoorbeeld, want dat vind ik zelf, heb ik hier volgens mij er ook al eens gezegd. Hè, zo'n Maarten Martens, jong AZ. Mm-hmm. Volgens mij een hele goede trainer. Die kan zich verder ontwikkelen. Heeft een leuke speelstijl. Dat zou bijvoorbeeld bij FCM ook wel een goede hoofdtrainer Michael kunnen Reiziger zijn. Zoekt een nieuwe baan. Michael Reiziger. Nou ja. Maar, dat is heel moeilijk oordelen over een trainer die je eigenlijk niet goed kent. Je weet niet hoe ze trainen, joh. Nee, tuurlijk. Geen dat idee. Dat is ook zo. Dat is heel lastig. Maar ik denk ook niet dat Kasper Goedkoop hoofdtrainer wordt. Dat denk ik ook niet. Waarom dat denk ik ook niet? Ja, waarom niet, Jan? Op een of andere manier denk ik dat gewoon niet. Nee. Ja, gevoel. Gevoelsmatig denk ik dat gewoon niet. En ik heb ook zo'n gevoel dat hij niet meegaat met Lukien naar Groningen toe. Ja? Dat gevoel, ja, ook dat? Gevoel. Wie wel denkt dat meegaat? Gerard Wiekens. Ik denk dat hij meegaat naar Groningen toe. Ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk, maar Goedkoop en hij zijn wel echt... Ja, zeg maar... Veel, maar hij had ook goede band met Marcel Groningen bijvoorbeeld. Ja. Toen in die periode die bij Groningen was. Dus ja, en Marcel Groningen gaat die komt weg. Ook vrij Van der Looy gaat weg bij Jong Oranje. Nou, en Marcel is de assistent, dus die gaat ook weg. Zal hij niet de ambitie hebben om ergens hoofdtrainer te worden? Hij heeft wel een ambitie, maar dat moet ook maar net kunnen natuurlijk. Hè. Je kunt wel zeggen, ambitie, maar... Marcel Groningen de ambitie om hoofdtrainer te worden? Ja, maar goed, zo bekend is hij niet. Is hij natuurlijk ook niet. Hè. De enige club... Maar dat geldt ook voor Kasper Goedkoop. Ja, maar daarom denk ik ook niet dat hij het wordt. Maar die zitten in ieder geval al wel bij Emmen. Ja, en de enige club waar Marcel Groningen op dit moment al trainer zou kunnen worden, is FC Emmen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hier is hij nog wel, in deze regio heeft hij nog wel enige naam. Wat ik wel denk is dat, kijk, van de huidige staf met assistenten, er zijn iets van 4 of zo. Je hebt Richard Moes, ik denk dat Moes blijft. Die blijft, maar in Emmen, die blijft gewoon. De man van de club. En Lucky alleen, neemt denk ik je ook niet mee, hoort hij die Sibum? Sibum neemt je ook niet dat mee. Denk ik ook nee, niet. 100% niet. Nee, dat denk ik ook niet. Omdat Sibum zeg maar volgens mij wel de kwaliteit heeft om uiteindelijk verder te groeien. En dan kan je zeg maar in de staf ook een onrustfactor. Afzien daarvan, die dat is niet een speler of niet iemand die bij Groningen past. Bij Groningen past. Dat doen ze niet. Maar Wiekens, dat is een Groninger. Ja. Nou, die heeft ook toch wel een mooie carrière gehad, weet je wel. Dus die zou best pas en die gaat goed met Lukien om. Die neemt hij mee. Let maar op. Ja, ik ben benieuwd. Maar dat zullen vast de dingetjes zijn die nog uitgewerkt moeten worden, waar Geur het over had. Hè? Hij zei van, er moeten nog een paar dingetjes uitgewerkt worden. Dat zal onder andere financiën misschien zijn. En dat soort dingetjes. Hè? Wie wil je meenemen? Wie kun je meenemen? Van wie accepteren wij het? Ik denk dat dat al wel, is bepaald. Hoor. Ik denk Ik denk niet dat Lukien zegt van, oké, laat ik nu... Ik ga akkoord. En ik trouwens, ik hoor wel wie mijn assistent te worden. Gaat, nee, de assistent is al bekend. Absoluut. Daar kan ik me niet voorstellen dat het niet zo is. Tenminste, dat zou ik echt gek vinden. Ja, ik ook. Ze hebben al bepaald. Hij wil graag met die. En dan weet je natuurlijk niet helemaal zeker of dat allemaal rond gaat komen. Dat weet je niet. Maar die heeft dan waarschijnlijk zelf ook wel gepolst. Waarschijnlijk wel. Want als Goedkoop, zeg maar, als hij heeft gezegd, jongens, ik wil komen, maar ik wil Goedkoop mee. Ja. Dan zal FC Groningen ongetwijfeld zeggen, Kasper, wat wil jij? En dan heeft hij gezegd, ja of nee. En dan is weer bij Lukien terecht. Dus Lukien weet in ieder geval hoe zijn staf eruit gaat zien volgend jaar. Misschien nog op één plekje na dan. Zo is het ongeveer. Dat denk ik ook. Nu zijn er natuurlijk denk ik, ook meteen stemmen op rondom FC Emmen. Dat Lukien dan nu ook maar meteen op moet donderen. Hè? Zo gaat het dan natuurlijk dan onder supporters. Omdat de grote concurrent waar die volgend jaar aan de slag gaat onder hem staat. Wat denk je wat Lukien wil? Die ziet nu liever natuurlijk Emmen degraderen dan Groningen. Ja, Jan. Dat klinkt al een beetje raar. Als je dat zo zegt. Maar, ja, maar het is toch zo. Nee, maar hij wil het liefst dat ze beide erin blijven. Ja, dat snap ik. Maar hij wil nu op dit moment het liever dat Emmen degradeert dan Groningen. Ja, denk ik. Nou ja. Jan, ook kijk, trainers zijn gewoon egoïst uiteindelijk. Zeker. Hij zal... Kijk, er is wel een hele moeilijke situatie ontstaan nu bij Emmen. Dat is gewoon een ding wat zeker is.
het zou heel lullig zijn voor Lukien dat hij op een vervelende manier bij Emmen weggaat. Mm-hmm. Want dat heeft hij ook niet. Dat verdient hij ook niet. Nee, hij zou door de voordeur eruit moeten gaan. Maar ik ben bang dat dat niet gebeurt, eerlijk gezegd. Ik vrees met grote vrees dat het nou niet goed gaat. Het is een beetje Dwight Lodewegers die bij Cambuur ooit een keer zat en toen naar Heerenveen ging. Ja. En die is toen de supporters het stadion uitgewerkt. Dat is wat gevoeliger. Dat zal iets anders liggen nu inderdaad. Alleen. Wat je ziet is dat iedereen gunt Lukien deze overstap. Ja. Natuurlijk zijn er wat gekkies die zeggen van, nou ja, ontsla hem. Wat is het allemaal nog waard wat hij hier heeft bereikt? Hè? Maar het feit is gewoon dat hij twee keer is gepromoveerd, kampioenschap heeft behaald, heeft het publiek op de tribunes gekregen. Hij heeft echt wat bewerkstelligd. Ja. Niet in zijn eentje, samen met onder andere Lubbers en natuurlijk zijn assistenten. Ja. Dat is een feit. Ja, dus, maar alleen de situatie is inderdaad gewoon enigszins onhoudbaar geworden, denk ik. Vermoed ik. Kijk, er zijn een moeilijke situatie. Ja, er zijn een paar scenario's. Ja. Hij maakt het seizoen af. Hè? Ik zie dat als een onhoudbaar scenario. Als een lastig scenario. Het feit dat hij... Ja, je krijgt toch mensen, sponsoren die gaan klagen, mensen rondom de club, misschien binnenin de club. Het feit, hè, als FCM misschien eens een keer verliest, door een heel dom doelpunt. Dat ze verliezen wel regelmatig, hè? Ja, maar snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar... Je krijgt toch die zweem van, ook al is het niet zo, want ik denk dat Lukien professioneel genoeg is om de dingen te scheiden. Zeker. Je krijgt toch een zweem eromheen van, zou dat zijn omdat hij... wil dat FCM degradeert, of in ieder geval FC Groningen erin blijft. Dat gaat hij sowieso natuurlijk niet doen. Nooit niet. Nee, dat gaat hij niet doen. Nee. Maar hij stelt wel Dirkse op. Dat is nu wat je krijgt. Maar waarom stelt hij Dirkse op? Snap je? Dat soort dingen krijg je. Dirkse heeft tegen Volendam een fout gemaakt. Die was tegen Excelsior niet top. Hij maakte nu weer een gelukkige fout. Ja, als hij nu weer Dirkse stelt, ja, zie je hem wel. Dick Lukien, die wil dat MBD degradeert. Dat soort dingen krijg je. Dat ga je natuurlijk krijgen, Jan. Ja, nee, ik snap het wel. Dus hem laten zitten tot het einde van het seizoen. Ik denk dat het een enigszins onhoudbare situatie jij zei, is geworden. Jij schrijft in een stuk, Jonathan. Ja. Willems zegt het al met Lukien over dit scenario te hebben gehad. Het scenario, zeg maar. Dus dat Lukien zou aansturen op zo weinig mogelijk punten voor Emmen. Ja. De komende dagen, als de rust weer is wedergekeerd, gaan we gebruiken om op een rijtje te zetten wat allemaal is gebeurd, om te evalueren in hoeverre er nog voldoende draagvlak is. In de voetballerij is niets op voorhand maar zeker. Dat klinkt dreigend. Dit is zo dreigend. Ja, bovendien, hij hoeft niet met... Ja, ik kan wel zeggen, de komende dagen gaan we evalueren, maar dat hebben ze toch al lang gedaan, neem ik aan. Direct nadat hij rond was met... Maar als je zelf al begint met, gaan kijken of er nog wel draagvlak is, dat is al zo, dan weet je. Dat klonk helemaal niet goed, Nee. Dit, ik dacht toen ik dit zinnetje las, Jonathan, dit is ook voorbij voor Lukien. Ja, nou ja, dat vermoed ik ook inderdaad. Er zijn de twee scenario's nog over. Hè? Of je laat het aan de club over, die zegt van, nou ja, wij vinden dat jij weg moet. Of jij als Lukien pakt de telefoon en zegt, misschien wel nu dat wij hier zitten. Ik denk het niet trouwens, want hij wil de handdoek nooit in erin gooien. Hè? Hij zegt dat hij begonnen en wil het afmaken. Dat gaat hij niet doen. Maar je kunt ook de eer aan jezelf houden. Dat is een ander scenario. Nee, maar de eer aan jezelf houden is niet de eer in dit van jezelf houden. Want dan ben je een wegloper die al een nieuw baantje heeft. En ach, wat maakt het nog uit? Zoek het maar uit verder. De club moet nu bepalen van, hey, hebben wij vertrouwen in jou? En denken we dat jij nog Emmen erin kan laten? En dat je daar je stinkende best doet. En dat je niet met je hoofd bij FC Groningen al zit. Dat is wat de club moet bepalen. En dan moeten ze daar maar een keuze in maken. Maar goed, als ik dit zo lees, dan is Mike Willems klaar met het gevoel heb ik ook. En hij heeft natuurlijk ook en Lubbers is er niet meer. Die is er ook niet op dit moment, weet je wel. Dus dat is ook ongunstig allemaal voor Lukien. Ja, maar die zal Lubbers nog wel wat influisteren, zo van, hey, influisteren. Maar ik vind trouwens sowieso een hele situatie voor Emmen wordt een heel precaire situatie. Mm-hmm. Ook al, kijk, als ze eruit gaan. De kapitein is van het schip, op dit moment van het schip af. Nou, en dan gaat de veldkapitein gaat ook. Die er maar net is. Ja, maar goed, maar Lubbers, die weet je wel, dat was toch de man bij Emmen. Ja. Ze hebben financieel niet makkelijk op het ogenblik, begrijp ik wel. Dat is ook een probleem. Nou, dan komen ze in de eerste divisie terecht. En Lubbers, die, als ze degraderen, hè, dan heb ik ben ik niet...
ben ik wel bang dat ze daar wel eens een heel tijdje in de eerste divisie weer kunnen blijven hangen. Ik ben het met je eens. Ze zitten in een lastig pakket op dit moeilijke situatie. Maar Lubbers is de man die altijd de laatste klap gaf op de spelers die je haalt, ja of nee. Nu heeft hij natuurlijk wel zijn rechterhand bij zijn eigen bedrijf. Hè. Jeroen Giese, financieel directeur, is ook nu ook financieel directeur voor een x-aantal uur, 16 uur volgens mij bij FC Emmen. Ja. Die taken worden samen opgepakt met Willems. Maar hoe je het of went of keert, je hebt te maken met de plannen voor een nieuw stadion. Daar was Lubbers zo bij betrokken. Zeker. Die heeft zich daar dus uitgetrokken. Ja, wie gaat dat nu op zich nemen? Wie heeft die dossierkennis in die mate, zeg maar? Je bent altijd, denk ik, bezig met het opzetten van twee plannen. Gaan we eerste divisie voetbal spelen of eredivisie voetbal? Naar aanleiding daarvan ga je bepaalde spelers in kaart brengen. Oké, dat doet Lubbers niet alleen, zeg maar. Maar hij is wel degene die zegt van oké, dit doen wij. Hij geeft er een klap op, financieel gezien. Mm-hmm. En je had natuurlijk, inderdaad, die kwestie is nu opgelost. Je had natuurlijk het wel of niet verlengen met Lukin, maar nu ook nog het wel of wie ga je aanstellen als opvolger, zeg maar. Ja. Daar wil je als voorzitter eigenlijk bij betrokken zijn, toch? En bovendien, weet je, wie ga je aanstellen als volger? Opvolger, dat lijkt me ook wel lastig. Stel je voor, hè, ik noem even Michael Reijs of Kevin Hofland, die zou misschien prima bij Emmen willen, maar wel als Emmen eredivisionist is. Nou, ja. Dan ben je bijvoorbeeld, hè, ik noem even, er zijn trainers natuurlijk die zeggen van ik wil bij Stenen worden, maar wel bij een eredivisionist. Ja, maar vind ik ook, zo moet die trainers helemaal niet redeneren. Nee, moet een Hofland, een reiziger, zo moeten ze niet redeneren. Ze moeten blij zijn Emmen, dat ze een aardige vind ik club een mooie hebben. Ja, precies. Dat vind ik als je ziet wat Emmen de afgelopen zeven jaar is geworden, zeg maar, dan moet je echt blij zijn met waar je terechtkomt, denk ik. Ook, het is vaak, het is best wel rustig, zeg maar, ook al sta je bijna op degraderen. Het blijft relatief rustig. Misschien is dat ook wel gelinkt aan Lukine, omdat je ziet wat hij de afgelopen 7 jaar heeft opgebouwd. Dan zou dat misschien bij een nieuwe trainer. Rust. Ja. Ja, misschien heb je Hofland krijgt misschien wel een jaar kritiek of een paar maandjes. Maar de spoeling is ook bovendien hartstikke dun. Er zijn maar een beperkt aantal eredivisieclubs. En hoeveel clubs veel aan eredivisieclubs moeten een nieuwe trainer hebben? Heel weinig mogelijkheden, hoor. Klopt. Gewoon blij zijn met een club. Ja. Die trainers. Wie zijn ze wel dan? Nee, nou, dat is ook zo, vind ik ook. Maar goed, ik weet niet of ze zelf ook zo redeneren. Nou, dat zou ik me wel doen als ik zo was. Een klein ander scenario, Jan. Ik weet al wat je gaat zeggen, want we hebben het hier gisteren over gehad. Maar ja, ik moet het toch even noemen. Lukin, die krijgt nu te horen, op dit moment, hè, misschien wel van... geen draagvlak, hè, nee. dus ga maar weg. Misschien krijgt op hetzelfde moment op de Euroborg in een kantoortje te horen... Dennis van der Ree, 12 wedstrijden, 1 overwinning. Wij moeten toch ook nog iets anders gaan proberen? Dus Van der Ree eruit, Lukin eruit. Dat moet je als FCM er niet willen, jongens. FCM heeft er niks over mee te maken. Dat je Van der Ree aantrekt. Nee, ik bedoel dat Lukin dus al bij FC Groningen... Dat wilde ik ook als scenario zeggen. Dat had ik als scenario 4, inderdaad. Dus dat per direct het geval zou kunnen zijn. En dat Van der Ree gewoon gewieberd wordt. Maar je kan inderdaad ook nog wel een jouw trainer, mijn trainer doen. Dat je gaat wisselen van trainers eventjes. Ja. Lukin moet ook niet... ik geloof dat scenario gaat ze gewoon niet voordoen. Zoveel respect heeft hij wel richting Emmen. Dat moet hij nooit, maar voor hemzelf ook niet. Nee, natuurlijk niet. Dan komt hij in een hele moeilijke situatie. Het gaat niet om het respect voor FCM, maar ik wil stel je voor dat hij nu binnenkomt en dan is hij de trainer die is gedegradeerd met FC Groningen. Dan sta je met zoveel nul achter. Er is nou een situatie ontstaan, die kan hij ook heel moeilijk nog ombuigen. Ja. Hij kan zijn invloed heel moeilijk kwijt. Dat kan helemaal haast niet. Dat moet hij nooit doen. Nee. Moet hij nooit doen. Nee. Nee eens. Maar goed. Gaat hij ook niet doen, hoor. Nee. Het meest realistische scenario is dat de club zegt van er is onvoldoende draagvlak voor het aanblijven van jou. We zijn heel blij met wat je hebt gepresteerd, maar het is nu goed. Ja. Wat vinden jullie? Moet dat ook gebeuren, Jan? Ik vind het eigenlijk niet. Hij heeft een contract tot het eind van het seizoen. Dus dat contract loopt. Ik vind eigenlijk gewoon dat ze door moeten gaan met Lukin. Waarom? Uit respect? Of zeg je dat omdat je het gunt? Of? Nee, gunt. Ik gun hem ook een mooi afscheid. Zeker. Maar hij gaat natuurlijk niet met de petten naar gooien. Dat gaat hij niet doen. Bij Emmen. Nee, maar dat heeft er niet mee te maken. Nee, dat heeft er niet. Ik weet wel dat het buitenveld. Dat de supporters die komen, die gaan absoluut in ons. Ook binnen de club, hè? Ook binnen de club. Kan ook binnen de club gebeuren. Dat kan allemaal best gebeuren. Ik vind gewoon dat het moet uitzitten daar bij Emmen. Dat vind ik. Maar ik ben alleen bang dat niet gaat gebeuren. Dat er gewoon allerlei krachtenvelden
zijn. Waardoor dat heel moeilijk gaat. Zeker als ze nou ja, ook nog van Cambuur zouden verliezen bijvoorbeeld. Nee, het is wel het moment dan om nu, hè, dat je met die landbreek hebt, om het nu te doen. Want dan heb je nu in ieder geval heb je nog een trainer die kan in ieder geval twee weekjes even met zijn ideeën overbrengen. Credits aan onze collega Niels Dijkhuizen geven. Die heeft een opiniestuk geschreven. En daar zag ik iets interessants in staan. Inderdaad, hij zei van, nog even verder gaan op de situatie als bijvoorbeeld Dick Lukien zou blijven. Hè. Los van het feit dat je inderdaad de zweem hebt van, nou ja, hij stelt die of die op. Stel dat FC Groningen inderdaad gaat lekker. FC Groningen is in gesprek met een Mickey van Hart. Of een, weet ik veel, een Sivkovic. Of een Veendorp. Zeker, of een, ja. Dan heb je dat, weet je wel. Dat kan ook zo gebeuren. Hè? Ja. Allemaal onrust die je gewoon niet wil hebben. Het enige wat hier dan weer niet aan klopt aan deze hersenspinsel van Niels Dijkhuizen, is dat FC Groningen geen enkele interesse zou hebben in welke speler dan ook van FC Emmen. Ik denk dat zij bijvoorbeeld wel Diemers zouden willen hebben. Nou, denk ook niet. En ik denk dat Dick Lukien me al te gaaf een Mike de Wierik bijvoorbeeld weer naar FC Groningen zou willen halen. Weet ik ook niet. Ik denk dat hij dat zou willen. Ik denk alleen dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat Lukien ook ziet dat daar nu Tijmen Blokzijl staat. En Tijmen Blokzijl is nou eenmaal wel iets beter dan Mike de Wierik, denk ik. Nee, maar dat soort dingen moet je helemaal niet doen. Denk je dat Groningen, dat er een speler van FCM is die Groningen nu zo graag zou willen hebben? Nou, het enige wat ik zou kunnen denken is een Diemers, moet ik eerlijk zeggen. En ja, die keeper vind ik ook niet slecht, hoor. Die Nee, die is ook niet slecht, maar ik bedoel, ja, god, dat is... ik zou zeggen, Frips ook niet, maar gisteren... Nee, goed, vergelijkbaar met Frips, laat ik maar zo zeggen. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Ja. Maar voor de rest houdt het al redelijk snel. Ja, daarom. Dus ik zie dat niet heel snel gebeuren. Ja. Nou ja, goed. Het is... Ik denk ook niet dat een Kieft de Belt nog de switch maakt naar een FC Groningen. Nee, als hij al hersteld is van zijn blessure. Nee. Dat soort dingen moeten ze ook helemaal niet doen, bij Groningen niet. Ze moeten gewoon lekker opnieuw gaan beginnen bij Groningen. Precies. Met een mooi fris elftal. Ja. En daar moet je verder gaan. En zo is het. Zeker. Maar goed, de kans is redelijk aanwezig dat de laatste wedstrijd dus Emmen Sparta was. En Emmen Sparta, dat was ooit een hele mooie wedstrijd voor hem. En nu is het misschien wel de laatste. Hè? Misschien is de cirkel ook mooi rond. Vrijdag nog een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle. Misschien doet hij die nog. Ja, nee, maar als hij ons vraagt, dan is het voor vrijdag natuurlijk. Ja. Nou ja, ik vind daar ook gewoon dat ze tot het einde met hem door moeten gaan. Ja, ik zou het hem gunnen, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk gewoon dat het een hele lastige situatie is ontstaan. Ik denk het ook. Goed, we gaan het zien in ieder geval. We lezen het deze week wel, wat er allemaal gebeurt waarschijnlijk. Zeker, ja. Dankjewel, allebei. Radio Meerdijk. Radio Meerdijk.